keer dat ik het film. Mijn ouders hebben een padelbaan in Bussum, dus een sportschool met 5 padelbanen, dus vandaar dat ik het heb geleerd. Ik ben wel echt gegrepen door padel. Ik heb zelf vroeger heel veel getennist en ik ben het nu echt wel frequenter aan het doen. En ja, ik merk dat ik vind het echt verslavend. Echt een ontzettend leuk spel. Je zag dat iedereen het wel een keer had gedaan. Het niveau lag echt hoog. Er liepen hier jongens tussen die echt op heel hoog niveau padellen. Dus dat was echt mooi om te zien. En daar kan ik ook nog een hoop van leren. Dus, Het is een onwijs leuke sport. Ook het sociale karakter spreekt enorm aan. En iedereen kan het doen. Dat maakt het onwijs leuk. Of dit mijn eerste webhelden-event is? Nee. Ik ben zeker vaak aanwezig op het webhelden-event. En super organisatie. Altijd fijn om hier de mensen tegen te komen om te netwerken. En dat blijf ik in de toekomst ook zeker doen. Onze CEO Misha Meendorp die was uitgenodigd. En toen zei hij van, Nicky, jij gaat met mij mee. Jij kan padellen. We gaan hier naartoe. De vorige keer was het 10 jaar. Het was heel leuk. En nu is het een sportevent. Ja, daar kunnen we als Decathlon natuurlijk niet van weg blijven. Dus, Ik vind het een mooi event. Leuke mensen, goede mensen. Ik denk dat een leuke groep bij elkaar is die elkaar alleen maar kan versterken en dat we heel veel aan elkaar hebben. Maar ik denk wel dat ondanks dat er heel veel verschillen zijn in de industrie, dat iedereen wel ook met dezelfde problemen, uitdagingen, kansen, dat iedereen daar eigenlijk met hetzelfde zit. En daar kun je van leren, denk ik. Ja.